Ondernemen is topsport, wordt vaak gezegd. Maar is dat ook zo? Onze tafelheer vandaag, ja, die laat zijn licht schijnen op die en andere vragen. Als schaatser werd hij natuurlijk Olympisch kampioen. Maar hij was ook finalist bij de slimste mens. Hij is ondernemer achter het bedrijf First Energy Gum en andere. Auteur en expert in stoïcisme. Welkom Mark Tuitert. Ontzettend leuk dat je er bent. Het nieuws van de dag was natuurlijk dat Elon Musk Twitter heeft gekocht. Heb je het een beetje gevolgd? Ja, ja, ja. Een bizarre man, Elon Musk. Het is natuurlijk iemand die zo anders denkt. En als die dan, hij had een klein aandeel in Twitter en dan een soort coup doet om heel Twitter over te nemen. En dat zich ook uitspeelde via Twitter. Met discussies over en weer. Dat vind ik wel fascinerend. Of het, ik las een tweet van hem inderdaad, dat dit dan de bewaking is van free speech. Daar heb ik mijn twijfels bij. Ik aan de ene kant is het ook een beetje bizar dat iemand met zoveel macht en geld natuurlijk een platform zich toe-eigent waar dan zogenaamd free speech zou plaatsvinden. Ook op een vreemde manier. Hè? Want hij had dan eerst had hij 15% of 10% van de aandelen gekocht. En in één klap werd hij dan de grootste particuliere aandeelhouder. Ja. Toen wilde hij om allemaal veranderingen door te voeren. Nou, het eerste dat hij deze poll online gooien om te vragen wat de gebruikers eigenlijk allemaal anders wilden doen. Hier is de megalomaanheid natuurlijk van Elon Musk komt wel om de hoek kijken. Gewoon, ja, ik heb helemaal geen zin in dit overleg. Weet je wat? Ik neem gewoon de hele toko over. En dat is, dat vind ik aan de ene kant heel mooi. Het zo groot durven denken. Maar aan de andere kant denk je ook van ja, wat gaat hij nu met Twitter doen? Ik zou het heel erg, als hij echt free speech, als hij daar propagand van is, dan moet je bijna Twitter ervoor zorgen dat je daar niet meer anoniem zomaar dingen kan spuien en kan roepen. Ik vind het spuien, het roepen, de algoritmes, de bots die erachter zitten. De algoritmes die natuurlijk ook getraind zijn om mensen te vermaken. Of inderdaad met nepnieuws in een soort loop te houden. Ja, als die dat zou kunnen aanpakken en dat je bijvoorbeeld niet meer anoniem kan twitteren, maar dat daar dus altijd naam en toenaam bij staat. Nou, dan hebben we misschien nog een soort echte discussie tussen mensen. Dat heeft hij gisteren ook aangekondigd, hè, in een statement. Dat hij zegt, we gaan in ieder geval alle mensen, in ieder geval met naam en toenaam. Je kan straks niet meer anoniem twitteren. En ook de bots staan zeker op zijn vizier. En hij wil de algoritmes openbaar gaan maken. Dat is dan wel weer Elon Musk. Dan is één zo'n machtig iemand. Dan als hij dit echt gaat doorvoeren, en daar heeft hij dan echt wel blijkbaar inderdaad een visie over. Dan wordt Twitter er misschien beter. Misschien is dat dan het platform. Als hij dit echt zou kunnen doorvoeren, en dat kan hij zo meteen als hij natuurlijk eigenaar is, dan hoop ik dat het daar mooier van wordt in ieder geval. Tegelijkertijd, hij koopt het bedrijf voor circa 44 miljard dollar. 25 miljard ongeveer legt hij zelf neer. De rest heeft hij bij elkaar gesprokkeld via een paar banken. Ja. Ik denk ook, het is wel, het is natuurlijk leuk. Ik gun die man een hele mooie hobby. Maar ja, hij had het geld natuurlijk ook kunnen beleggen om iets te doen aan de klimaatcrisis, aan allemaal andere grote problemen die we hebben in de wereld. En hij zet het in een social media platform. Is dit dan goed belegd, vraag ik me een beetje af. Ja, nou, ik denk dat dit helemaal niet meer om geld gaat of om belegging gaat. Dit gaat gewoon om iets wat hem intrinsiek drijft. Hij is natuurlijk heel actief op Twitter. Hij gooit er ook informatie op die behoorlijk koersgevoelig kan zijn, zeg maar. Dus daar trekt hij zich niet zoveel van aan. En dat vind ik sowieso fascinerend aan hem. Je kan je ook afvragen, wat hij met Tesla doet en met SpaceX natuurlijk. Ja, ik wil de mensheid redden om ze naar Mars te brengen. Dat is natuurlijk absurd. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is wel een hele grote droom of punt wat hij nodig heeft blijkbaar om zijn bed uit te komen. Om een Tesla groot te maken of een SpaceX op te zetten. Walter Isaacson, de biograaf onder meer van Ashley Vance is volgens mij. Ashley Vance heeft een biografie over hem geschreven. Walter Isaacson is de biograaf van Steve Jobs. Ja. Die volgt hem op dit moment om een nieuwe biografie te maken. Wat hoop je dat hij in zo'n biografie, wat hoop je erachter te komen? Denk je dat zo'n biograaf, bekend biograaf, dat hij achter nieuwe dingen gaat komen? Omdat hij aan schaduw is eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Ja, ik vraag me heel erg af. Hè. Ik heb zijn biografie gelezen, hoe die dan twee CEO-rollen eigenlijk combineert. Hoe zit zo'n man nu vandaag? Hoe zit hij nu te twitteren? Is dat in een bestuurskamer van SpaceX of bij Tesla? Wat is die? Doet hij dat tussendoor? Doet hij tijdens een vergadering of die zich verveelt? Hij heeft het ooit een keer aan hem gevraagd op Twitter. Weet je wat hij zei? Op de wc. Zit hij lang op de wc? Zit hij lang op de wc? Hey, ben jij een beetje nieuwsjunk? Volg je het nieuws op de voet? Ja, ik volg het wel, maar ook wel af en toe. Ik heb hele brede interesse, dus ik volg veel dingen. Maar
Ik wil niet een nieuwsjunk zijn eigenlijk. Ik wil het ook allemaal weg kunnen leggen. Ja, Bas van der Veld was hier een paar weken geleden, CEO van AFAS. Die zegt, ik volg helemaal nul nieuws. Hij heeft echt een soort van nieuwsdieet opgelegd. Kan je dat voorstellen? Ja, ik ben fan van, ik lees veel. Ik vind boeken heel interessant. Hè. Ik vind Nicolas Nassim Taleb een van de meest fascinerende denkers. Als je het hebt over stoïcisme, gaan we zo over hebben. Daar haalt hij ook veel uit. De Zwarte Zwaan heeft hij onder meer geschreven. Ja, Zwarte Zwaan, Misleid door Toeval, Anti-Fragile, Skin in the Game. Hele, hele, hele gave boeken. Heel veel levenswijsheid zit erin. Wel pittig om door te komen. Ja, dat klopt. Ja, het is niet. Dat vind ik ook mooi. Je moet echt 3-4 keer lezen. En dan haal je er steeds nieuwe dingen uit. Maar hij vergelijkt het ook heel erg. Hè. Sla eens een krant open van een jaar geleden en bedenk je wat. Het is heel veel ruis natuurlijk. Dus je moet jezelf helemaal, kan ik me voorstellen, van een Bas natuurlijk, hè, als AFAS CEO. Je moet jezelf beschermen om gefocust te blijven op goede beslissingen maken. En als je te veel ruis om je heen hebt, dan leidt dat je af. En wanneer vind je tijd om te lezen? Want je hebt ook je hebt meerdere bedrijven, een druk gezinsleven, 2 kids. We moeten naar voetbal in het weekend. Wanneer heb je tijd om te lezen? Nou, ik 's avonds voordat ik naar bed ga. Dus mijn telefoon laat ik beneden. En ook wel op zondag in het weekend. En soms ook wel door de week een keer. Als ik ergens wel een paar uurtjes tussendoor heb, dan pak ik wel graag een boek. Wat ik ook nog wel vaak merk aan mensen die juist wel heel erg op de actualiteit zitten, dat ze daar ook een hoop inspiratie uit halen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen dat je uit Elon Musk en zijn praktijken veel inspiratie zou kunnen halen. Waar haal jij dat dan vandaan, behalve die boeken, niet uit de actualiteit? Nee, zeker niet. Nee. Ik haal het echt uit verhalen van topsporters, van ondernemers, van mensen. Ik heb mijn eigen podcast, Drive. Mm-hmm. De gedrevenheid die in mensen zit. Ook de titel van je boek. Ook de titel van mijn boek. Ja, dat voel ik heel veel bij. Een lat hoog leggen, ergens voor gaan. Maar aan de andere kant ook bewaken dat je een goed leven leidt. Hè? En dat vind ik. Ik ben meer beschouwend in die zin. Hè? Ik zie een Elon Musk en dan denk ik niet, ik wil ook een Tesla bouwen. Wat ik wel kan voorstellen, hè, dat het is als ondernemer is die ook al inspirerend. Maar ik doe even een stapje terug en denk, maar hoe zorg je, hè, wat zijn zijn drijfveren nou? Waar komt dat vandaan? En dan lees je over Mars of nu, dit heeft niks met geld te maken. Dit heeft natuurlijk met free speech te maken. En hij voelt zich daar degene voor die zich daarvoor opwerpt. Maar ja, dat vind ik fascinerend. Wat drijft zo iemand? Wat zit erachter? En daar denk ik over na. Daar lees ik veel over. En wat kan ik dat van toepassen in mijn eigen leven? En hoe bewaak ik dat ik zelf een goed leven leid naast die ambitie, naast die gedrevenheid. Dus laat ik me verblinden. Hè, dat als ik over 20, 30 jaar terugkijk, denk van oké, dit was een hele heftige rit, maar en was het ook waard? Ja, precies. Wat ik me herinner van onder andere de biografie van Musk, is dat hij zich verrassend veel laat leiden door intuïtie. Hè? En vanuit een ondernemersperspectief klinkt het allemaal niet heel erg onderbouwd of doordacht of zo. En is het dan bij jou het tegenovergestelde? Nou, ik denk, als je op ondernemer, ben ik denk ik hem niet. Hij is zeker de gast die zo hoog droomt en alles daarvoor in de waagschaal legt. Het was op kantje na dat SpaceX doorging en een groot contract kreeg, staat in zijn biografie. Ja. Anders was Tesla en SpaceX waren mislukt. En dat is natuurlijk een beetje de hindsight bias die je dan hebt. Hè. Als je terugkijkt op alles, dan is het achteraf succesvol en gelukt. Het gebeurt natuurlijk heel vaak dat het niet lukt en dat je keihard op je smoel gaat. Ja. En is een mooi voorbeeld uit het boek. Hè? Dat was toen mijn kerstavond. Hij zat in zijn eentje thuis bij een soort haardvuur. Hij zag inderdaad dat hij de salaris de week daarna niet meer zou kunnen betalen. Ja. En gelukkig kwam toen die 600 miljoen van de overheid door voor SpaceX. En heeft hij een klein leningje verleend aan Tesla om de salaris te kunnen betalen. Als je zo diep durft te gaan, dat is wel, dat is wel heel speciaal. Alles on the line. En zelf ook naast de productielijn van Tesla geslapen. Hè? In de fabriek om maar de vinger aan de pols te kunnen houden. Dat is hij gaat wel al in op dat vlak. Ja, en het heeft ook iets tegelijkertijd soms iets tragisch ergens. Ik las ook van de week dat hij zelf geen huis meer heeft, ondanks zijn vele miljarden op de bank, maar dat hij dus bij vrienden op de bank slaapt. Ja, hij heeft al zijn huizen verkocht. Ja, hij heeft letterlijk veel op de bank, zo gezegd. Maar dat geeft inderdaad ook een soort sneuheid, een soort tragisch, alsof hij niet helemaal weet waar hij met zichzelf heen moet. Ja, dat vind ik dus de gedrevenheid erachter. Van waar komt dat nou echt vandaan? Hè? Met zijn broertje, zijn moeder. Dat hele verhaal vind ik ook wel heel interessant. En dat is zus ook nog, hè? Bekende ondernemer in Amerika inmiddels. Ja, dat is wel. Ja, kijk, zit in de erotische verhalen.
Ja. Je leert weer van alles, hè, in zo'n show. Bedankt voor het kijken naar deze video van De Ondernemer. Welke ondernemer moeten wij in de uitzending hebben? Laat het ons weten in de comments. En als je toch bezig bent, vergeet niet het duimpje omhoog te doen, je te abonneren en klik op het belletje, dan mis je geen enkele video.